Ja, welkom allemaal. We zijn hier met twee fantastische gasten. Ik vind het heel spannend ook dat zij hier samen zijn. Om te praten over, je moet wel echt onder een steen geleefd hebben, wil je de discussie gemist hebben. Er zijn vluchtelingen, het zijn er best veel wereldwijd. Een heel klein percentage van dat totale aandeel probeert op dit moment of is al bezig naar Europa te reizen. Ik geloof dat we dit jaar gaan afsluiten met om en nabij de 350.000 vluchtelingen die naar Europa zijn gekomen. Vooral via de illegale route over zee. Nergens op de wereld gingen er meer vluchtelingen dood tijdens hun vlucht dan hier. Van dat hele grote aantal kwamen er zo'n 58.000 eind dit jaar naar Nederland. Dat is 0,2% van onze totale bevolking, om het allemaal even in perspectief te plaatsen. En je hoort verschillende dingen gebeuren. Mensen willen dat de grenzen dichtgaan. Er is veel bezorgdheid, moet ik in politieke termen zeggen, over de komst van deze mensen. Maar er staan tegenover mensen met spandoeken Refugees Welcome. Wie de waarheid in pacht heeft, niemand weet het. Wat we wel weten is dat het een heel complex vraagstuk is. En om ons alvast wat vooruit te helpen is hier niemand minder dan Paul Scheffer. Een prominent PvdA'er heet hij, las ik op Wikipedia. Maar veel belangrijker, meneer Scheffer is hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Tilburg. Hij publiceerde in NRC Handelsblad alweer best lang geleden een stuk onder de titel Het multiculturele drama, een sindsdien veel gebezigde term, en schreef dat hele beroemde boek Land van Aankomst, waarin onder andere de migratiegeschiedenis van ons land onder de loep wordt genomen en ook alle vragen die horen bij wat dan heet het integratievraagstuk. Aan hem de komende 20 minuten het woord. Paul Scheffer. Ja, kijk, nu moeten we dus zien of dit werkt. Werkt dit? Ja. Ja, kijk, dat is dan toch alweer meer dan meestal het geval is. Dus dat belooft veel. Dank voor de inleidende woorden. Over dat, je moet echt helemaal niet geloven wat er op Wikipedia staat. Ik kon niet laten. Dat is wel namelijk zo ontzettend onzorgvuldig en zo'n rare mengelmoes van halve en minder dan halve waarheden. Dus het is soms nog erger dan wat je in de krant leest. Kortom, dat even vooropgezet. We gaan natuurlijk luisteren naar twee heel verschillende perspectieven, denk ik. Ik zal iets proberen te zeggen over het vluchtelingenvraagstuk. En dan ga ik dus uit niet van de relativering. En ook zeker niet over de aantallen. Want het is natuurlijk helemaal niet waar dat er 350.000 vluchtelingen in Europa zijn gekomen. Alleen in Duitsland worden dit jaar al 1 miljoen vluchtelingen opgevangen. Dat is toch even een andere orde van grootte. In Zweden gaat het over bijna 200.000 mensen dit jaar. In Nederland over ongeveer 60.000 mensen. Dan hebben we het niet over al diegenen die in andere landen van Europa al dan niet een welkom krijgen. Dus het gaat over substantieel meer mensen. De verwachting ook van de Europese Commissie voor volgend jaar is dat er minimaal 1,5 miljoen vluchtelingen naar Europa zullen komen. Dus dan hebben we het over 2 jaar tijd, hebben we het over rond de 3 miljoen vluchtelingen. Dus dat is even de orde van grootte waar we het over hebben. Dan is de rekensom, 500 miljoen Europeanen, 3 miljoen vluchtelingen, dus waar hebben we het over? Ja, als die vluchtelingen zich allemaal over de hele Europese Unie zouden verspreiden, zou het ongeveer kloppen, ook op het platteland zou wonen, daar. Maar de realiteit is natuurlijk dat er 5 of 6 Europese landen zijn waar de meeste vluchtelingen naartoe gaan. En voor een land als Duitsland is natuurlijk het opvangen van 1 miljoen vluchtelingen in 1 jaar is iets zonder enig precedent. Dus ik vind alle relativering en alle statistiek, als we hem al gebruiken, dan moeten we hem preciezer gebruiken. Namelijk goed kijken naar wat het betekent voor grootstedelijke gebieden, waar nu al in de laatste 40 jaar de helft van de bevolking bestaat uit migrantengezinnen. Dus natuurlijk, onze samenlevingen zijn ten diepste veranderd de afgelopen 40 jaar. En daar komt deze vluchtelingenproblematiek, of vluchtelingenstroom, of komst van vluchtelingen, als je het nog neutraler wil zeggen, komt daarbij. Dus je moet het in een historisch kader stellen en ook preciezer kijken waar vluchtelingen dan naartoe trekken. En dan je de vraag stellen, wat betekent dat voor samenlevingen? Ik zie eigenlijk 2 houdingen die beide weerspreken alle clichés die wij ook via de Verenigde Naties tot ons krijgen, namelijk dat onze samenlevingen ten diepste racistisch zijn,
Nee, het beeld natuurlijk van landen als België en Nederland, noem maar op. Hè, ook naar aanleiding van die discussies van de afgelopen maanden over de kleurgrenzen, over zwart en wit in onze samenlevingen. Natuurlijk het beeld van de diepst verdeelde landen en die ook overwegend in het, de bevolking wordt gekenmerkt door afkeer van vreemdelingen. En dan is het natuurlijk toch interessant om je dan de vraag te stellen, hoe kan het dat in al deze samenlevingen er zoveel mensen zijn die een humanitaire verplichting voelen. Ruime meerderheden van onze bevolking, en niet alleen in opinieonderzoek, maar ook in feitelijk gedrag. Namelijk, er zijn meer vrijwilligers dan er vluchtelingen zijn. Er zijn veel vrijwilligers eigenlijk op zoek, zou je kunnen zeggen, naar een vluchteling. Dat is mooi. Ik lach er niet op. Nou, we kunnen ook best wel lachen, want het is eigenlijk wel mooi als er zo breed gevoeld een humanitaire verplichting is. En het verspreekt natuurlijk toch wel heel erg veel door de media uitvergrote beelden van Steenbergen, noem maar op. Trouwens, je hoort niemand over diezelfde media als het dan gaat over de empathie die wordt opgeroepen door het beeld van een dood jongetje aan de vloedlijn. Dan heeft niemand kritiek op de media, maar het is natuurlijk diezelfde uitvergroting, alleen dan van een andere emotie, namelijk een emotie van empathie. Dus ik zou eigenlijk de rol van de media in dit geval helemaal niet verder willen bespreken, omdat het me niet zo ontzettend interessant lijkt. Wat je in die samenleving ziet is denk ik een breed gevoelde humanitaire verplichting. Het idee, we kunnen ons in dit deel van de wereld niet met onze rug naar de noden elders staan. En tegelijkertijd voel je bij velen, en ook dat is geen onderbuikgevoel, maar denk ik een realistische inschatting, dat de komst van veel vluchtelingen, de vraag is natuurlijk hoeveel zullen er nog komen, tot spanningen in de samenleving leidt, tot aanpassingsproblemen. En dat is ook een constante in alle migratiegeschiedenis van de afgelopen 50 jaar. Of als je breder wil kijken, wat ik in dat boek Het Land van Aankomst heb geprobeerd te doen. Als je naar de geschiedenis van de Verenigde Staten kijkt of naar eerdere migratiegeschiedenissen in Europa, dan zie je altijd conflicten, aanpassingsproblemen. En die zie ik als een teken van integratie. Niet als het mislukken van de integratie, maar als een samenleving die probeert een verhouding te vinden tot nieuwkomers en nieuwkomers die een verhouding proberen te vinden tot de landen van aankomst. Dus twee houdingen die op elkaar botsen, die met elkaar wrijven, die beide zichtbaar zijn en beide rationeel te duiden zijn. Een gevoelde humanitaire verplichting en tegelijkertijd de verwachting dat de komst van zoveel in een zo korte tijd voor samenlevingen veel vragen oproept. Dus dat is de eerste opmerking. De tweede is natuurlijk, en daar, dat is de essentie, en daar moeten we goed kijken als we het hebben over aantallen, is het een incident gekoppeld aan een specifieke kwestie, namelijk de oorlog in Syrië, of hebben we te maken met een veel structurelere vraag? Ik hoor tot de laatste school, maar het gaat natuurlijk over een blik in een ongewisse toekomst. Maar ik denk dat we dus, als we kijken naar de landen die Europa omringen, voormalige republieken van de Sovjet-Unie in oorlog of een halve oorlog, Oekraïne, Georgië, zeer instabiel, noem maar op. Het Midden-Oosten hoef ik niet veel over te zeggen, hoe gespannen en instabiel dat is, de landen van de Maghreb. Alleen al de landen die direct aan de uitgebreide Europese Unie grenzen, zijn een verzameling van falende staten, burgeroorlogen, conflicten. En als je specifiek naar de Arabische wereld kijkt, dan zie je natuurlijk een demografische scheefgroei in die landen. In 1950 76 miljoen inwoners, 2010 360 miljoen inwoners. De verwachtingen altijd ongewis, maar de projecties nu van de Verenigde Naties zijn in 2050 630 miljoen mensen die in de Arabische wereld leven. Een bevolkingsexplosie die enorm is. Europa heeft aan het eind van de 19e eeuw zijn eigen bevolkingsexplosie opgelost door massale migratie naar Amerika, naar Latijns-Amerika, naar Australië. En de vraag is natuurlijk, wat gaat er met al die jongeren die beter zijn opgeleid dan ooit en tegelijkertijd minder kans hebben op betekenisvol werk, wat gaat er met al die jongeren gebeuren? Dus ik zou uiteindelijk niet kijken naar Syrië, maar bijvoorbeeld naar een land als Egypte, nu 90 miljoen inwoners, helft onder de 24. Wat gaat er met die jongeren gebeuren? En dan heb ik nog even, zie ik maar even af van alle klimaatcatastrofes die in dit deel van de wereld worden voorspeld. Dus dat is de wereld waarin we leven. Als dat de wereld is waarin we leven, dan is dus de relativering van de rekensommen van een paar honderdduizend vluchtelingen, meer of minder, op een bevolking van 500 miljoen, waar hebben we het eigenlijk over, is denk ik niet terecht. Nogmaals, omdat die vluchtelingen niet zich gelijkmatig verspreiden onder die 500 miljoen
Europeanen, maar naar een aantal specifieke landen in Noordwest-Europa toetrekken. En bovendien de aantallen die we nu wel eens meemaken, misschien wel de aantallen kunnen zijn die in de komende 10 jaar of langer ons bezig zullen houden. Niemand die het weet. Het gaat natuurlijk over een zeer ongewisse blik in een ongewisse toekomst. Ik moest laatst voor de ministers een toespraakje erover houden en dan voel je de onzekerheid. En eigenlijk de hoop, wij bewegen mee met de stroom en we hopen dat die opdroogt volgend jaar of het jaar na volgend jaar. De verwachting is dat er volgend jaar 90.000 mensen zullen komen naar Nederland. Maar eigenlijk is de hoop, en dan houdt het ook wel een beetje op, want tegen die tijd zullen we wel een vredesakkoord in Syrië hebben. One way or the other, en dan houdt het wel min of meer op. Het zou kunnen. Het zou kunnen dat het, die inschatting klopt. En dan kun je zeggen, god, ja, dan hebben we 150.000 vluchtelingen naar Nederland zijn gekomen in die 2 jaar. Met gezinshereniging worden dat er misschien nog 300.000 in de komende jaar en 10 jaar alles bij elkaar. Maar goed, we hebben in het verleden ook tussen de 20.000 en 30.000 asielzoekers per jaar opgevangen in Nederland. Hè. Nederland heeft sinds 1975 ongeveer 750.000 vluchtelingen opgevangen. Dus dat kunnen we best aan. Mijn inschatting is, maar nogmaals, ik onderstreep 3 keer, dat is ongewis. Dat is een duiding van de wereld om ons heen en de wereld verder. Dat we te maken zullen hebben met meer structurele vluchtelingenstromen. En dan dienen zich een aantal grote vragen aan. Ik wil er 2 noemen. De eerste is, wat voor morele verplichting is er eigenlijk? Dat er een morele verplichting is, lijkt mij buiten kijf. Zoals ik al zei, ik geloof in ieder geval, dat zou mijn eigen houding beschrijven, ik geloof dat er een echte humanitaire verplichting is ten opzichte van de noden buiten onze grenzen. En dan trek ik de grenzen even bij de Europese buitengrens. De vraag is natuurlijk, wat is de aard van die morele verantwoordelijkheid? Ik geloof niet in een ethiek die zich baseert op beelden, op de schok van beelden. Ik heb te veel mensen gezien die zeggen, ja, maar dat jongetje, dat is toch wel heel verschrikkelijk. Ja, dat is inderdaad een verschrikkelijk beeld. Maar een ethiek die zich laat leiden door de schok van beelden, is volgens mij geen duurzame morele betrokkenheid bij een vraagstuk. Een ethiek die, zoals bij de slachtoffers van de tsunami, onder de indruk van beelden ver weg reageert en niets wil doen, is denk ik een belangrijke morele impuls, maar geen duurzame morele betrokkenheid. Morele betrokkenheid die duurzaam is, en daar zou ik naar op zoek gaan, omdat ik denk dat we hier te maken hebben met iets wat onze wereld ook in de toekomst zal tekenen. Dan hebben we het dus over een vraag van samenleven, ervaringen die opgedaan worden in het samenleven en in de dagelijkse omgang. Hoe leven we hier samen dan in Nederland? Zijn we dan zo ontzettend succesvol geweest in termen van het samenleven met de mensen die in de afgelopen decennia naar Nederland zijn gekomen? Hoe kunnen we daar naar kijken? Dat is een duurzame morele betrokkenheid die altijd ook moet nadenken over de vraag wat zijn de te voorziene gevolgen van de komst van zoveel naar onze samenleving. Dus daar zou ik over willen nadenken. En dan zie ik mensen die zeggen, ja, die doen een moreel appel, maar tegelijkertijd suggereren ze, eigenlijk is het ook in ons eigen belang. Al die jonge mannen, trouwens, hoe kan het? Zoveel jonge mannen, zijn dat dan inderdaad de meest kwetsbare? Of zijn dat de meest weerbare die nu komen? Zitten daar familiale strategieën achter die je ook heel goed kunt begrijpen? Namelijk dat de jonge mannen vooruit worden gestuurd in de hoop van gezinsvorming en gezinshereniging. Mij lijkt een rationele strategie, die ik ook in veel gevallen zie. Ik denk dat nu, ik zag een onderzoek in Der Spiegel van de eerste 250.000 vluchtelingen in Duitsland dit jaar. 60% de jonge mannen en een klein beetje jonge vrouwen. Dus dat is natuurlijk een heel specifiek demografisch profiel, die absoluut niet representatief is voor de bevolking als geheel. En waarschijnlijk ook niet de mensen raakt die nu het meest kwetsbaar zijn, in ieder geval zeker niet in alle gevallen. Dus de vraag is natuurlijk, wie komen er? Dan wordt het eigenlijk, de morele verplichting wordt verwaterd tot een half eigen belang. Namelijk, we hebben deze jonge mannen op onze arbeidsmarkt nodig. Dat hoor ik in Nederland, sommige ondernemers zeggen, maar vooral in Duitsland. Als je kijkt naar de arbeidsparticipatie van vluchtelingen, die er nu zijn, dat ziet er niet goed uit. En ook mensen die dus al 20 jaar in Nederland zijn. Dat is geen schuldvraag, want ik denk dat de meeste vluchtelingen ongelooflijk graag iets willen doen in hun nieuwe land van aankomst. Dus dat ligt voor een deel aan kwalificaties, dat heeft een deel met uitsluitingsmechanismes op onze arbeidsmarkt, niet erkenning van diploma's, kun je uitvoerig over hebben. Maar het feit is dat 26% van de Somalische gemeenschap werkt, 34% van de Irakezen werkt in Nederland, 42% van de Afghanen en eigenlijk alleen de Iraanse Nederlanders, dat is een relatief succesverhaal,
60% arbeidsparticipatie. Dus daar moeten we het wel over hebben. Als ik onze minister Asscher hoor zeggen, we brengen deze mensen naar de arbeidsmarkt. A, zijn alle banenplannen, maar dat kan het oud-Kamerlid vast wat uit eigen waarneming van wat dichterbij zeggen, zijn alle banenplannen tot nu toe een spectaculaire mislukking. En dan hebben we het dus over mensen die de taal goed kennen, die allemaal hier al een heel leven leven. Dat lukt dan nauwelijks. Dus wat voor verwachtingen hebben we eigenlijk realitair over het succes van vluchtelingen die nu komen op de arbeidsmarkt? Ik zou daar zeer terughoudend in zijn. En ik zou zeggen, het is inderdaad een echte morele verplichting, die we niet moeten verwateren met een beroep op een slecht begrepen eigenbelang, dat het eigenlijk ook wel economisch ontzettend goed uitkomt. Want als deze jonge mannen op onze arbeidsmarkt dan zo nodig waren, waarom zijn we ze dan niet gaan werven? Zoals vroeger. Waarom hebben we dan gewacht tot ze op wrakke bootjes kwamen? Het is toch werkelijk eigenlijk geen erg geloofwaardig argument. Dus we hebben het over een duurzame morele verplichting, waarbij je dus moet nadenken over de integratievragen die zich aandienen en daar realistisch over moet zijn. Je moet zeggen, het zou geweldig zijn als in de komende 10 jaar de helft van de vluchtelingen die nu naar Nederland komt ook een baan kan vinden. De helft. En dat betekent dus dat het gewoon ook veel geld zal kosten. Dat is helemaal niet erg. Je kunt zeggen, het is ook een echte morele verplichting die we willen aanvaarden. En dat dat ook kosten met zich meebrengt, is niet zo heel erg. Want dat kunnen we als relatief rijk land, kunnen we dat goed dragen. Maar laten we in godsnaam eerlijk zijn, precies zijn, zeggen het is een morele verplichting. We willen een duurzame morele verplichting onder ogen zien. En wat betekent dat dan voor de samenleving op langere termijn? Andere vraag die hier doorheen loopt, is dat je vaak hoort van, ja, maar we kunnen de grenzen toch helemaal niet meer beschermen. Ook dat vind ik geen geloofwaardig argument. Om meerdere redenen. Er wordt gezegd, hè, Merkel zei het op de televisie, 3000 kilometer Duitse grens, ik kan het niet meer beschermen. Nee, het is niet dat het niet meer kan. Want Duitsland slaagt er wel een 24 uur per dag alle burgers af te luisteren. Dus het is toch op zijn minst contra-intuïtief dat zo'n land, hoog geïndustrialiseerd, zeer rijk, niet meer in staat zou zijn om te doen wat ze decennia lang wel hebben gedaan, namelijk de grenzen min of meer te beschermen. Maar afgezien daarvan, het is natuurlijk een politiek besluit geweest om de binnengrenzen in Europa op te heffen. En we hebben de geweldige fout gemaakt om niets te doen aan de buitengrens. Dus daar begint het mee. Dus wat we zeggen, we kunnen het niet meer, nee, we hebben het nog nooit geprobeerd. Tweede overweging, laten we eens een beetje beginnen te proberen wat we tot nu toe niet hebben gedaan. Hoe weten we dat we iets niet kunnen wat we nooit hebben geprobeerd? Dus nu zie je stap voor stap dat er activiteiten worden ondernomen om met Frontex en andere organisaties iets meer te doen dan het tot nu toe is gedaan. Met een onderstreep iets meer. Het hele vraagstuk van grensbescherming is natuurlijk een ongemakkelijk vraagstuk, vooral voor mensen met een meer liberale, open-minded gezindheid. Maar grensbescherming, het is zo evident dat wat we nu doen, dat eigenlijk het slechtste is wat we kunnen doen. Namelijk omdat we zelf niet zeggen in staat te zijn om de grenzen enigszins te beschermen. Greep te hebben op de vraag wie komt er, wie laten we wel toe, wie niet. Nu besteden we het uit aan de autoritaire regimes van Turkije. Erdogan sluit naar mijn idee tamelijk verrotte deal mee, in ruil voor allerlei politieke compromissen die hem legitimiteit verschaffen, doet hij nu wat wij zeggen niet meer te kunnen, namelijk de grenzen te beschermen. Dat is natuurlijk toch al op zich minst ook niet helemaal sluitend qua redenering. We hebben het vroeger gedaan met Gaddafi van Libië, die op een buitengewoon brute manier vluchtelingen of illegale migranten tegenhield. We doen het vandaag de dag, kijken we hem niet naar, omdat wij niet in Marokko geïnteresseerd zijn. We doen het met de koning van Marokko, die hogere hekken bouwt dan Orbán ooit van heeft gedroomd. Op een buitengewoon brutale manier worden migranten uit Sub-Sahara-Afrika in de straten van Casablanca, Rabat en Tanger behandeld. Daar hebben we het nooit over. Interesseert ons niet als we het zelf niet hoeven te doen. Dus wat we doen is, wij kunnen moreel blijven door namelijk niet te hoeven nadenken over het netelige vraagstuk van grenzen, door het uit te besteden aan anderen die minder moraliteit hebben en gewoon autoritaire regimes. Ik vind dat eerlijk gezegd een tamelijk pijnlijke vaststelling. En de vraag is natuurlijk, hoe kan je met grenzen omgaan in een liberale samenleving? Wat zijn daar de vragen? Laten we zo eens kijken naar de ervaring van de klassieke immigratielanden. Obama bouwt hogere hekken dan Orbán.
toch noemen we Obama niet een populist. Maar de Mexicaanse-Amerikaanse grens, daar valt ontzettend veel over te zeggen. Er is niemand in Amerika, van links tot rechts, die zegt, omdat er illegalen zijn, laten we de grenscontroles maar opheffen. Het is een ontzettend ingewikkeld moreel vraagstuk. Maar niet een vraagstuk waar je aan kunt onttrekken op de manier waarop we het in Europa nu doen. We heffen de binnengrenzen op. We doen weinig aan de buitengrens. En wat we zouden kunnen doen, besteden we uit aan autoritaire regimes. Dat is onze moraliteit. En ik noem het hypocrisie. En het is duidelijk wat de gevolgen daarvan zijn. Namelijk, hoe kun je in één adem zeggen, we zijn onmachtig geworden om onze grenzen te beschermen, maar het is ontzettend belangrijk om de Vluchtelingenconventie om die na te leven. Maar internationale rechtsordening gaat toch over ordening. Maar als je geen greep meer hebt op je grenzen, dan valt er toch helemaal niets meer te ordenen. Dan is het verdrag van Genève toch gewoon helemaal non-existent en onbelangrijk geworden. Dan komt toch iedereen die wil komen. Dan hebben we toch helemaal geen greep meer op die problematiek. Dat is natuurlijk wat mensen in één adem zeggen. We hebben er eigenlijk geen greep op. En het verdrag van Genève is zo belangrijk. Ik zeg, het is het een of het ander. Of je zegt, we doen iets aan de grenzen. En we hebben enige greep op de vraag, wie komt er en wie komt er niet. Of je zegt, internationale rechtsordening in dit vraagstuk is eigenlijk gewoon een illusie. Want de grenzen zijn doorlaatbaar geworden. Elke poging om op rechtsbeginselen gebaseerde keuzes te maken, het lukt niet meer. Ik zie wat de uitkomst hiervan is. Dat namelijk, en dat is mijn conclusie, dat de twee dingen die bij elkaar horen in het publieke debat nu uit elkaar drijven, namelijk aan de ene kant een genereuze opstelling, en daar zou ik altijd voor willen pleiten. Ik denk dat een land als Nederland heel goed jaar in jaar uit 30.000, misschien wel iets meer vluchtelingen kan opvangen en dat ook over jaren heen moet kunnen volhouden. Ik denk ook niet dat mensen daartegen zijn. Ik heb het gevoel dat de latente agressie die rond dit vraagstuk hangt, sommige plekken veel meer te maken heeft met het gevoel, het is out of control. Het is een open einde. We hebben eigenlijk geen greep meer op de vraag, wie komt er wel, wie komt er niet. Dus ik denk dat we bij elkaar moeten proberen te brengen wat nu uit elkaar drijft, namelijk generositeit, openheid ten opzichte van de noden in de wereld. Tegelijkertijd nadenken over grenzen. En dat drijft nu uit elkaar. Ik zou zeggen, we kunnen niet op langere termijn genereus blijven in de omgang hiermee. Dus we niet ook nadenken over grenzen. En mijn slotsom is, als we niet liberalen willen nadenken over de betekenis van grenzen en alle morele vragen die daaromheen hangen, en ik ben de laatste om te suggereren dat dat makkelijk is. Maar ja, je zegt, alle belangrijke vraagstukken zijn complex. En mensen die altijd beginnen met, het is een complex vraagstuk, zijn eigenlijk mensen die nooit een opvatting erover willen hebben. Ja, het klimaatvraagstuk is ook ongelooflijk complex. Dus als je zegt, alle belangrijke dingen zijn complex, dan kun je toch niet verhinderen op een gegeven moment vragen te stellen en keuzes te maken. Als liberalen het niet doen, met een liberale gezindheid niet willen nadenken over de betekenis van grenzen, en dus ook willen nadenken over de grenzen van opvang, en niet simpelweg zeggen, de noden van mensen buiten de grenzen hebben altijd prioriteit over de noden van mensen binnen de grenzen, maar op zoek gaan naar wat is een verstandig moreel midden tussen aan de ene kant de noden van mensen buiten de grenzen en aan de andere kant van de noden van mensen binnen de grenzen, op zoek gaan naar wat kan een samenleving op den duur realitair aan humanitaire verplichting op zich nemen. Als mensen met een liberale gezindheid, en dat bedoel ik niet in partijpolitieke zin, als mensen met een liberale gezindheid dat niet kunnen opbrengen, dan gaan we naar een samenleving toe, en dan zien we de tekenen al van, waarin anderen met een autoritaire gezindheid, die zeggen, vluchtelingen horen hier niet thuis, moslims horen hier niet thuis, die grenzen wel gaan trekken. Dat zien we nu in Frankrijk gebeuren. Hoeveel meer heb je nodig dat in een regio in het noorden van Frankrijk meer dan 40% van de mensen nu op het Front National stemt? De stad Calais, waar dat infame vluchtelingenkamp is, wat een grote jungle en narigheid is, stemt meer dan 50% van de mensen nu op Marine Le Pen. Hoeveel meer heb je nodig? Waar wachten we op? Dus ik zou zeggen, de politieke urgentie, de sociale urgentie, de morele urgentie van deze vraag dwingt ertoe om op zoek te gaan naar een verstandige verhouding tussen aan de ene kant wat de meerderheid van de bevolking wil, een humanitaire verplichting onder ogen zien, aan de andere kant nadenken over de lange termijn gevolgen daarvan in de samenleving en welke grenzen er zijn in de noden die je op een reële manier in de samenleving tegemoet kunt zien, onder ogen kunt zien. Dat is mijn pleidooi vandaag. Ik dank u.
Dankjewel. En nu horen jullie mij niet, geloof ik. Wel? Ja? Allereerst, I stand corrected. Want het klopt, 350.000 via Lesbos alleen. Ja, daar ging ik de fout. Dat is even een... Ja, excuses daarvoor. Ik heb een vraag. En ik hoop jullie ook, want het is expliciet de bedoeling dat we jullie ook horen. Dus wie een vraag heeft, alsjeblieft geef een signaal. Ik weet niet of Saskia zit nu nog hier, maar is er nu al iemand met een vraag? Laat ik daarbij beginnen. Want dan... Zo gaat dat heel vaak in grote zalen. Dan stel ik de eerste. U heeft het erover dat je de vraag moet willen stellen hoe je bijvoorbeeld door grensbewaking, bewaken van de buitengrenzen, aan de slag kunt om te voorkomen dat je eigenlijk ongeselecteerd groepen, vluchtelingen, migranten, alles door elkaar binnenhaalt. Zegt u daarmee dat u onvoldoende vertrouwen heeft in de asielprocedures die vrij straf zijn, zoals vrijwel alle lidstaten die kennen? Ja, natuurlijk. Waarom is dat? Nou, om meerdere redenen. In de eerste plaats dat de toepassing van het asielrecht echt volstrekte willekeur is. Als je in 1996 bijvoorbeeld uitgezocht in Sri Lankese vluchtelingen in Canada, waar 80% werd erkend, in Groot-Brittannië vrijwel niemand. Precies dezelfde vluchtelingen, precies hetzelfde verdrag, totaal verschillende uitkomsten. Dat was laatst een onderzoek van een Franse rechter, oud-minister onder Mitterrand, die zelf 15 jaar als asielrechter heeft gewerkt, die het werk van zijn collega's in Frankrijk heeft geanalyseerd en tot enorme verschillen kwam tussen wat de ene rechter deed en wat de andere. Verhalen die je over Nederland hoort van de Raad van State, ik mag niet veel hierover aan detail treden, maar neem het van mij aan, dat je verhalen hoort dat er hele stapels doorheen gaan, dat mensen zeggen, die mensen uit Somalië, ja, nee, oh, die komen uit Sri Lanka, nee, ja, dan, ja goed, zei toch al. Daar worden gewoon enorm veel, omdat het natuurlijk ontzettend moeilijk te controleren is, een vluchtverhaal, daar begint het mee. Dus de hele toepassing van het asielverdrag in samenleving, en zeker nu, met de enorme aantallen mensen die komen, is buitengewoon problematisch. De hele rechtsordening, als mensen dus gewoon zich aandienen, zoals nu het geval is, de totale chaos die zich eigenlijk door Europa beweegt, met alle humanitaire drama's die daarbij horen. Ik denk dus dat je zou moeten streven, en ik snap ook wel dat de werkelijkheid weer barstig is, maar als je niet iets wil, dan komt het er nooit van. Het streven zou moeten zijn, niet alleen opvang in de regio, dat zegt iedereen nu, ja, situatie verbeteren, ja. Maar ook dat je jaarlijks in Europa zou zeggen, landen die dat willen en kunnen en zich daartoe verplicht voelen, wij nemen elk jaar zoveel mensen uit Turkije op, uit Jordanië, uit Libanon, om daar enige ordening in te brengen, al was het maar om de chaos en ook de menselijke drama's aan de kust te voorkomen. Ja, op de open zee. Maar het probleem is ook, en dat is de laatste opmerking natuurlijk, een asielbeleid, als je dan iemand het niet hebt goedgekeurd als asielzoeker. Ja, en dan is natuurlijk het hele probleem van uitzetting. Mensen gaan natuurlijk, au fond heb je geen enkele aandrang om terug te gaan. Het is vaak ook ontzettend moeilijk. En ik snap de individuele motieven van mensen die zeggen, ik ben hier, ik blijf hier, ik eet mijn paspoort op. Ik vel mijn vingertoppen af, zodat er geen vingerafdruk gemaakt kan worden, enzovoort, enzovoort. Het gebeurt allemaal en je snapt heel goed de individuele motieven. Daar gaan we straks meer over horen, ja, denk zeker. Ik. Al die individuele verhalen zijn op zichzelf een continue herinnering aan hoe stabiel, welvarend, veilig leven wij leiden. En in een wereld die buitengewoon gewelddadig en onzeker is voor heel veel mensen. De vraag is natuurlijk of het in stand houden van dit type samenleving niet ook vraagt om bepaalde grenzen. Bedoelt u met dit type samenleving de multiculturele samenleving? Ja, maar ook gewoon een open samenleving. Dus ik heb gewoon, laat ik zeggen, bijvoorbeeld als je het hebt over hoeveel kan een open samenleving aan gesloten denkbeelden accommoderen. Ik heb in Jeruzalem een college gegeven. De sfeer in die stad is volkomen veranderd. Nu er 25% van de bevolking orthodoxe Joden zijn. En dat verzin ik niet, dat zegt iedereen tegen mij. Van die stad is enorm veranderd daardoor. Dus de vraag is, in een open samenleving kun je best mensen met een conservatieve, vrome, gelovige opvatting accommoderen. De vraag is, hoeveel? Er zitten dus materiële kanten aan. Hoeveel mensen kun je toegang geven tot de verzorgingsstaat, zonder die verzorgingsstaat zwaar onder druk te zetten? Daar kun je eindeloos over discussiëren. Je kunt genereuzer zijn, wat ik zou willen zijn, of strikter daarin. Ook de culturele spanningen die bij elke migratiegeschiedenis horen, kun je ook ruimhartiger in zijn of terughoudender. Maar dat er ergens grenzen liggen aan wat de samenleving kan opvangen, elk jaar opnieuw. Dat moet op zijn minst... Nou, daar moet je in ieder geval over willen nadenken. Ja. Juist niet om te zeggen, wij staan met onze rug naar de wereld.
maar juist om open te blijven. Want ik zie gewoon in de electoraat in heel veel landen, zie ik gewoon de opkomst van partijen die dus in dit dilemma een buitengewoon brutale en grove keuze maken. Nou, ik zeg de grenzen dicht. Donald Trump roept het nu in Amerika, grenzen dicht voor alle moslims, noem maar op. Ja, maar het zou ook kunnen zijn omdat in het politieke machtsspectrum nog vrij weinig mensen een ander verhaal even hardvochtig proberen te verkopen. Dus je zou kunnen zeggen, kamp X verkoopt vanillevla en kamp X chocoladevla. En die chocoladevla is heel erg in zwang. En als reactie stopt iedereen steeds een beetje meer cacao in de vanillevla. Dat lijkt mij misschien ook aan de hand. Met andere woorden, het verhaal voor barmhartigheid. U noemde zojuist de naïviteit van de Verenigde Naties. Daar zit wel een fors waardeoordeel in. Ervan uitgaande dat er... Naïviteit? Nee, ik zou erger willen zeggen. Ik vind dat gewoon de beelden die over een land van Nederland worden verspreid. Vind ik gewoon, in het begin beschrijft dat niet onze samenleving. Dat bedoelt dus in aanleiding van Zwarte Piet. En, ja, dat neem ik aan. Gewoon, ik bedoel, dat over Zwarte Piet duizenden dingen te zeggen vallen. Over de symboliek en noem op. Ik ben helemaal voor allerlei subtiele aanpassingen. Dus daar kun je mij zo voor vinden. Elk uur van de dag. Maar het gaat even om de grove stereotyperingen. Die aan de ene kant worden bestreden. Hè. We moeten vooral niet stereotyperen. Maar de critici van de stereotypen stereotyperen natuurlijk ons... Onze samenleving. Je zou kunnen zeggen, het stereotyperen is volkssport geworden. Ah, ik zie praten. Maar dus ik ben het niet eens met de gedachte dat je dus zegt van het ene extreem moet door het andere extreem worden beantwoord. Daar ben ik het ook helemaal niet. Wacht, ik ga even hier één vraag en dan gaan we naar Bright Richards. En dan hebben we nog voldoende tijd om door te praten. Ik ben Anneke van Dijk, zo'n jonge socialiste overheidsel. En ik wou het toch nog even over extremen hebben, want ik ben eigenlijk wel een beetje verbaasd over dat het heet over motieven en strategieën van vluchtelingen die hun vingertoppen af willen veilen, weet ik veel wat. Terwijl het natuurlijk ook gaat om mensen die vluchten met een reden. Ja. En daar heeft het helemaal niet over. Een beetje als verzwermen mieren die zich over Europa verspreiden. Ja, dat vind ik wel echt een hele, spreken, deze ja, ik vind een hele negatieve weergave. En ik vind ook dat die mensen wegzetten als een soort van profiteurs. Terwijl dat volgens mij helemaal niet het geval is. Heb je een vraag? Of ja, het is dus een kwestie van luisteren. Misschien mag ik er toch iets op terugzeggen voordat je een vraag stelt. Want namelijk, kijk, luisteren. Dus ik heb gezegd, we hebben het hier over reële humanitaire drama's, over humanitaire verplichtingen. Ik heb het al voor 6 keer gezegd. Hoeveel duidelijker kun je zijn over dat de motieven van velen die komen volstrekt begrijpelijk zijn. Dat ze met huid en haar alles achter zich laten en proberen een oorlogssituatie om te vluchten. Volkomen aan mij besteed, anders zou ik het niet hebben over humanitaire drama's. Maar juist die drama's leiden er natuurlijk toe dat in een samenleving die dan vervolgens die drama's wil gaan beoordelen en al die vluchtverhalen op hun betekenis wil beoordelen, mensen allerlei strategieën gaan aanwenden, lessen leren. Kijk gewoon naar alle documentaires over die IND die gemaakt zijn. Die leren lessen uit hun hoofd, dan zijn ze christen uit, en dan moeten ze bepaalde vragen beantwoorden. En die proberen natuurlijk hun kansen om te kunnen blijven te maximaliseren. Daar is helemaal niets raars aan, er is ook niets negatiefs aan. Dus volstrekt menselijke reactie om te proberen om alles te mobiliseren, alle mogelijkheden te benutten. En de realiteit is dat heel veel Somalische vluchtelingen inderdaad hun vingertoppen met allerlei chemische preparaten bewerken om niet herkend te worden. Ja, dat is gewoon de realiteit, daar kun je voor wegkijken. Ik zou zeggen, het is een uitdrukking van een reëel drama. Tegen de tijd dat mensen dat doen, of tegen de tijd dat een jongere vrouwen en kinderen achterlaat op zijn 21ste of zijn 22ste en hier naartoe trekt en via de telefoon met tranen in de ogen probeert contact te houden met de familie in Aleppo of waar dan ook. Natuurlijk is dat een drama, maar dat is ook een bewuste keuze om het zo te doen, om gewoon je kansen te maximaliseren. Dus overigens, ik totaal niet. En over de ik wil echt naar Bright Richards toe, want anders lopen we nu al enorm uit. En volgens mij is het heel helder dat u benadrukt dat er ook sprake is van een humanitaire crisis. Ja. Dus ik wil echt nu naar Bright Richards. Ja, en even nog, we komen zo terug. Nee, want er wordt namelijk mee iets in de mond gelegd. Nee, maar dat heeft u echt expliciet kunnen weerleggen. Ik ga het zeer expliciet zeggen, want ik vind het namelijk misselijk. Misselijk om gewoon iemand die probeert op een integere manier een verhouding te vinden tot een moreel dilemma wat u zich ook zou kunnen aantrekken en zich aantrekt, mag ik aannemen, om te zeggen u kwalificeert migranten als een zwerm mieren. Heb ik absoluut niet gedaan, heb ik nooit gedaan en ben ik ook absoluut niet mee geassocieerd worden. Dank u wel.
de volgende spreker... Gek geworden gewoon. Is... Nee, daar word ik echt giftig van. Helemaal helder. Dit, de volgende spreker is Bright O. Richards. Bright is hier ooit zelf als vluchteling gearriveerd. Op de vlucht voor een burgeroorlog in Liberia. Ik sprak een redacteur van de uitgeverij Lemniscaat heel recent. Die bezig is het verhaal van Bright op te tekenen. En die zei, in elke vingertop van Bright zit een verhaal dat het waard is om te vertellen. Bright was acteur in Liberia, is dat hier weer inmiddels. Heeft de toneelacademie, meen ik, afgerond. En is bovendien initiatiefnemer van New Dutch Connections. Een organisatie die probeert vluchtelingen, nieuwkomers, zo snel mogelijk... onderweg te helpen in de nieuwe samenleving waarin ze terecht zijn gekomen. Daar hoort ook de Toekomstacademie bij. Dus het koppelen van vluchtelingen, bijvoorbeeld zoeken naar stageplekken, maar ook het koppelen aan geboren getogen Nederlanders om te kijken hoe we elkaar verder kunnen helpen. Nou, ik heb genoeg gezegd. Bright gaat ons in een muzikale voorstelling vertellen wie hij is, waar hij vandaan komt en wat hij doet. Bright Richards. Dankjewel. Oké. Wauw, Paul, ik dank je wel voor echt een schitterend betoog. Jammer dat ik heb gekozen voor een muzikale iets. We gaan straks onder elkaar praten. Ja, yeah. Maar ik kom oorspronkelijk uit Afrika, uit Liberia. En daar beginnen we alles met een dans. Ook een zware debat als dit, beginnen we met een dans. Ik ben gewaarschuwd dat ik in Overijssel ben en dat de mensen niet dansen. En ik zei nee, ik kom helemaal uit Liberia hier naartoe om te dansen. Dan moeten ze met mij dansen in Overijssel. Hebben jullie daar zin in? Ja? Kunnen ze ook dansen in Overijssel? Ja? Don't disappoint me, hè? Zeg maar ja, we kunnen dansen! Ja! Oké. Nou, het is heel eenvoudig. Ik heb een geweldige muzikant en hij is helemaal uit Moldavië hier naartoe gekomen. Alek Fatiev, die speelt met Herman van Veen en iedereen. En die gaan ons uitleggen hoe we dat dans gaan doen. Ja, ik heb 20 minuten, maar het is Afrikaanse 20 minuten. Oké. Het is heel makkelijk, eenvoudig. Ja. Ik heb een kleine melodietje. En jullie kunnen meedoen, alsjeblieft. Het is zo. Nou, dat verplicht in Bulgarije, hè? Oké. Nou, probeer het gewoon nou. 1, 2, 3, go! Heel goed, Oleg. Dat gaat goed, maar als jullie het niet goed zingen, dan moeten jullie allemaal, want jullie hebben geen entree betaald voor deze studium, generaal. Dan moeten jullie allemaal straks 10 euro betalen als jullie het niet goed doen. Geregeld? Oké. Nou, we gaan het doen en we gaan het op twee manieren doen. Ik wil iedereen vragen om zo op te staan. Ik ga iemand tikken. Je komt naar voren, ik doe een beweging, iedereen doet mij na. Ik tik iemand, je komt naar voren, je doet een beweging en iedereen doet jou na. Simpel? Ja. Zijn jullie klaar? Oké, we hebben 2 minuten voor dit. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Ga maar staan. Oké, iedereen doet zo. Een beetje zo. Oké, doe maar zo. Oké, doe maar zo. Op je plek. Nou, jij doet het goed. Kom. Jacques, applaus voor Jacques. Iedereen doet Jacques maar. En je moet iemand roepen, Sjaak. Je moet iemand vragen om naar voren te komen. Ja. Ja.
Fattori, ben je pallucci, si dovresti mandare mai mai d'or. Mi vota niente, mi vota jai, che butta serce, brozza o dai. Я вам скажу, а in secret, кого люблю того здесь нет. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Dankjewel. Wauw. Overijssel, jullie hebben geweldig gedaan, maar het was niet 100%. Oké, je krijgt nog een kans. Ik ga een kort verhaal vertellen over mijzelf. Waarom ik hier naartoe ben gekomen. En hoe ik opnieuw ben begonnen hier. En later hoop ik in het gesprek dat we veel dieper daarop zullen gaan. In Afrika zeggen wij, het is niet waar je vandaan komt. Het is niet waar je geboren bent. Het is niet waar je graag zou willen zijn. Maar het is daar. Waar het goed met je gaat, die je thuis is. Ik wil mij niet meer opsluiten. Opsluiten vanwege alles wat ik moeilijk vind om te vertellen. Ik wil niet meer rennen. Rennen voor een wereld die ik niet begrijp. Ik wil mij niet meer verbergen. Verbergen voor wie ik ook ben. Ik wil niet meer bang zijn. Bang zijn voor mijn donkerte, bang zijn voor de nacht. Bang zijn om door mensen verstoten te worden. Als de wereld mijn daardoor vreemd vindt, laten ze mij vreemd vinden. Maar ik wil aan mijn lang gesloten kamers binnentreden. Ik wil het onbekende ik omhelzen. Ik wil water uit mijn rots laten stromen. Licht uit mijn donkerte laten schijnen. Ik wil mijn gekrompelde wegen recht maken. Mijn vieze rivieren zoet maken. Ik wil via vliegen als een duif.
Кузом Забайкальского, Сибирского, Ай, российского Романовчего. Рики без при обществе достойно, Нам от говны больше ничего. Maar is heel vaak alleen. En daarom vraag ik de goden voor mijn voorvader, Eshu Elebare, Sopona, Shango, Ogun, Oromila. En daarom vraag ik de goden in dit land, los mijn verleden op in mijn Eden en bevrijd mijn kinderen. Want ik ben een vluchteling. Ooit stond ik voor een standrechtelijke executie op straat. Ik stond daar, naakt. Tegenover mij een jonge man met een AK-47 in zijn hand. De jongen was bang om te sterven, net als ik, en dat wist ik. Hij was bang dat als hij mij van dichtbij schiet, en dat als mijn bloed hem zou raken, dat hij niet zo lang meer zou leven. Hij was bang dat als hij mij van dichtbij schiet, dat we misschien allebei snel zullen sterven. Dus wilde hij dat ik zo ver mogelijk van hem ging staan. Terwijl hij mij wegduwde en ik heel snel opstaan en terug naar hem rende, kwam er iemand naar ons toe. Iemand die ik niet kende en die ik misschien de rest van mijn leven niet meer zou zien. En die man vraagt, wat is hier aan de hand? Ik probeer hem huilend uit te leggen, maar hij zegt, ik ken jou. Ik ken jou. En hij vraagt aan de rebel, laat die jongen alsjeblieft gaan. Wie is deze man? Waarom wordt er naar hem geluisterd? Waarom mag ik leven? Verlangen naar een taus, smeken om genade, bereikte ik dit vreemde land. In dit land kunnen de mensen praten vanuit hun keel en rollen in hun tong. Ik wil dat ook wel kunnen. Dus ga ik naar de Nederlandse les. In dat les
gebruiken wij een boekje. Het boek heet Het Groene Boekje. Les 1. Meneer, kan je zeggen Rotterdam? Rotterdam. Heel goed. Waar komt u vandaan? Deventer. Ah, goed zo, goed zo. Meneer, kan je zeggen Houthuisbuurt? Nee, je ha, moet je een beetje lucht bij doen. Huis. Aha, waar komt u vandaan? Utrecht, ja, daar hebben jullie die ha niet, hè? Nee, hè? Oké. Okay. Mevrouw, kan je zeggen Scheveningen? Scheveningen. Heel goed. Maar die SH moet je blijven oefenen, hè? Blijf maar oefenen, hè? Les 1. Ik heet Jan. Hoe heet jij? Hoe heet u? Ja, een naam. Nee, dit is de Nederlandse les. Je kan geen Pascal eten in de Nederlandse les. Hoe heet u? Nee, Jim. Je hebt net gehoord. Als je niet slaapt voor het inborgen, kost het 8000 euro. Jij heet Mohammed. Hoe heet u? Ahmed, goed zo! Je zei het meteen. We gaan geen nationaliteitsonderzoek bij jou doen. Ik spreek Nederland. Ik kom uit Nederland. Uit welk land komt jij? Nee. Dan zak je via. Uit welk land komt u? Nederland. Nee, 8000, de hele 10.000 land. Uit welk land komt u, meneer? Afghanistan. Heel goed. Afghanistan. Ja, goed zo. Ik ben een beetje fasje, hè? Ja, ik kan het horen. Ik spreek Nederlands. Is Nederlands een moeilijke taal? Ja. Nee, 9000 euro. Is Nederlands een moeilijke taal? Nee. Nederlands is een? Het is niet makkelijke taal, het is gemakkelijke taal. Is Nederlands een moeilijke taal? Nee. Nederlands is een? Gemakkelijke taal. Jullie zijn goed aan het leren, hè? Maar blijf maar oefenen. Maar ondanks al die Nederlandse lessen, bleef het oorverdovend stil om mij heen. In Afrika zeggen wij, als mensen jou niet zien, jou niet willen zien, dan ben je geen vreemde, maar een dode. En dat bewustzijn van de dood deed mij snakken naar het leven. En ik kreeg advies van een beroemde Nederlandse filosoof. Hij zegt altijd, je begrijpt het pas als je het snapt. Want elke nadeel heeft zijn voordeel. Die nadeel van asielzoeker zijn is dat je alleen bent en dat je geen familie hebt. Die voordeel is dat je je eigen familie kan maken. Wat deed ik? Ik ging naar de winkel met een beetje geld die ik kreeg. Toen die tijd kregen we ongeveer 50 gulden. Met een beetje geld die ik kreeg, kocht ik voor mijzelf. En mevrouw, dat moet je niet snel uithalen. Het is wel die effect van die stuk. Nu heeft iedereen het gezien. Kocht ik voor mijzelf een mooi zonnige klomp. En ik liep er 3 jaar lang mee. Op straten, op feesten, discotheken, begrafenissen. En ineens begon al die Nederlanders met mij te praten. Ze zeggen, kijk, daar loopt een neger op klompen.
waar je vandaan komt. Niet waar je geboren bent. Niet waar je graag zou willen zijn. Maar het is daar, waar het goed met je gaat, die jouw thuis is. Mijn thuis is bij jou. Bij jou die niet bang is je hart en je ziel voor mij te openen. Bij jou die het aandurft in verworpenen als mij te omhelzen. En dankzij jou hoef ik mij niet meer op te sluiten. Hoef ik niet meer te rennen. Kan ik al mijn gekronkelde wegen recht maken. Mijn vieze rivieren zoet maken. Kan ik weer vliegen als een duif. Dat was Olek Fathé. Dankjewel. Bright, wat ik me afvroeg toen ik net ook weer naar het filmpje keek. Je zegt, nu ga ik meneer Scheffer voefouilleren en jou tutoyeren. Maar je mag me ook wel met nou, daar ga ik je allebei. Dat je je waardigheid verliest. En ja. Dat in de ontmoeting met de ander eigenlijk beetje bij beetje die waardigheid teruggevonden kan worden. Hoe kun je uitleggen wat veroorzaakt dat je die waardigheid verliest? Kijk, ik denk om te beginnen wat Paul net heeft geschreven. Je bent een vluchteling als je eigenlijk vlucht voor je land en je bent in Afrika. Of ergens anders in de regio ben je een vluchteling. Maar op het moment dat je naar het westen komt, naar Europa komt, dan ben je een asielzoeker. Gelukkig is de wetgeving nu veranderd, het asielprocedure loopt nu heel snel. Toen ik naar Nederland kwam, dat duurde heel lang. Dus dat betekent in die periode dat je maakt toen heel veel niet. En dan zie je jezelf alleen maar vanuit het perspectief van die asielzoeker. Je ziet jezelf als niets anders. En alleen maar naar jezelf kijken vanuit dat perspectief betekent dat je gewoon niet meer ziet wat je waarde is. Terwijl, toen ik moest vluchten uit Liberia, ik had twee ooms van mij. Zij werkten voor Shell. Zij hoefden geen asiel aan te vragen. Ze waren meteen vanuit Liberia naar Rijswijk gebracht. Van Rijswijk zijn ze naar Oman gegaan, zijn ze overal naartoe gegaan. Ik had een andere vriend, die werkte bij de Chase Manhattan Bank en zo. Dus maar goed, ik zat in de televisie. Dus, en ik werd alleen maar een asielzoeker. Dus ik moest heel veel doen om mijzelf anders te zien en vanuit hoe ik mijzelf anders zie in het leven te gaan staan. Anders internaliseer je de identiteit die van de buitenwereld naar jou wordt geplakt. En in dat proces kan je jouw waardigheid verliezen. Hoe heb je naar de inbreng van Paul Scheffer geluisterd? Wat viel jou daarin op? Begrijp jij zijn zorg en zijn oproep om het gesprek aan te gaan over heel concreet grensbewaking, aantallen, wat kun je aan? Kijk, ik denk het gesprek van Paul Scheffer, die praat ook, we hebben ook gesproken over het feit dat op dit moment heb je in onze organisatie alleen maar hebben wij 2 tot 3 vrijwilligers per vluchteling. We hebben, voor elke vluchteling hebben wij een maatje, een student, we hebben een coach uit het bedrijfsleven, soms ook een leermeester. Dus ik zei ook in het begin, ik vind het een fantastische tijd in Nederland dat heel veel mensen voelen dat ze iets willen doen voor de vluchteling. Dan in de periode dat ik naar Nederland kwam. Dus daarin zie je een grote verandering. Maar ik denk, kijk, ik ben Liberia ontvlucht omdat de samenleving mij niet meer kon beschermen. En wat ik begrijp van de betoog van Paul Scheffer is dat de bevolking hebben een gevoel van dit is out of control. We hebben het niet meer in de hand. En dat is een heel spannende situatie. Want als je nu kijkt naar de peilingen, wil dat scoort heel hoog in de peilingen. Net als je ziet bij Front National. Omdat de bevolking dan een gevoel hebben van ons overheid kan ons niet meer beschermen. Mensen hebben een soort feeling van veel macht gaat naar Brussel en dit en dat. Dus, en ik denk op het moment dat je als overheid niet meer je eigen bevolking kan beschermen, dan kan dat heel gevaarlijk zijn. Dus ja, kijk, of die nu alle grenzen buiten bewaken, die vluchtelingen komen toch, snap je? Dus ik ben met de vliegtuig ingestapt, ik ben niet met de boot ingestapt toen ik eerst Liberia moest verlaten. Ja. En daarna, dus ik denk, die vluchteling zal wel komen, dat is niet het probleem. Dat is onherroepelijk, zeg jij, daar kun je geen grensbewaking, dat zie je trouwens ook bij het hek, wat jij noemde, hè? Je ziet dat niets is waterdicht, maar op dit moment
zou je kunnen zeggen, is het een lekvat. Dus daar zou een middenweg denkbaar zijn. Hè? Je ziet nou ja, Australië er is niemand een... in Amerika die zegt, ook Obama niet. En echt ook mensen die in principe ook in Amerika vinden dat Amerika open moet staan. Wat het nu zeer mondjesmaat doet trouwens voor vluchtelingen. Ja, er worden per jaar in Amerika 85.000 vluchtelingen opgevangen, niet meer. Die hebben gewoon een duidelijk kwotum. Ze vangen zoveel mensen per jaar op, geen één meer. Buitengewoon terughoudend. Maar in ieder geval in Amerika niemand die zegt het feit dat die grenzen worden overschreden illegaal. We denken er niet meer over na om ze te beschermen. Dus dat is natuurlijk altijd de zoektocht. Niemand pleit voor het afsluiten van een heel continent. Dat kan ook niet. Maar wat er nu gebeurt, die binnengrenzen opheffen zonder veel te doen. En je ziet wat er gebeurt. Namelijk, we worden kwetsbaar. En die kwetsbaarheid vertaalt zich in dat we dus kwetsbaar worden, ook voor de druk van Erdogan, de druk van Marokko, noem maar op. Dus ja, dat nou, is, daar maak ik me zorgen. Bright refereert heel even aan burgers zijn zien en een ogenschijnlijk oncontroleerbare vluchtelingenstroom. Dan is er het toenemende anti-Europese sentiment van er wordt Brussel bepaald. Interessant punt, want kijken we naar een vluchtelingenprobleem of naar een fundamentele weefhout binnen de Unie? Want jij noemde, hè, als je nou zeg vandaag of dit jaar een miljoen en volgend jaar nog een keer op 500 miljard mensen met een slimme verdeelsleutel zou uitspreiden, dan zou dat misschien hanteerbaar zijn. Jouw punt was, dat is niet aan de hand. Kijk ik naar een leiderschapscrisis, een Unie waar niet over is nagedacht, of een vluchtelingencrisis? Ik vind de Europese Unie, waar de afstand is bijna onverdraaglijk wordt, vind ik in zo'n gesprek tussen het individuele verhaal. Ja. Maar toch moet die afstand worden overbrugd, want ik zeg in het nadenken erover moet natuurlijk zowel die individuele verhalen gehoord worden en iets van geleerd worden, maar ook natuurlijk de grotere vragen overdacht worden. En ik zie, ik kom veel in Polen, als ik daar lezingen geef over migratie, en zeggen hoe Nederland is veranderd, de reactie daar is, we willen gewoon helemaal niet dat er migranten hier komen, en al zeker geen met de moslimachtergrond in ons katholieke land. Dan kun je dus twee dingen doen. Je kunt vanuit Brussel zeggen dat overrulen we dat gevoel, en we zeggen toch, jullie moeten die quotum accepteren. Of je zegt van ja, er zijn ook hele verschillende tijdzones in Europa, hele verschillende ervaringen. Het zijn bevolkingen die uit het isolement van het communisme na 25 jaar heel anders kijken naar de wereld. Ik denk dat dus uiteindelijk het opnemen van vluchtelingen ook echt op basis van vrijwilligheid moet. En dat je niet landen zomaar kunt decreteren of dwingen om mensen op te nemen, land als Polen. Maar dan zou je kunnen zeggen, gaan we dit probleem op een bestuurlijk niveau niet gestroomlijnd krijgen. Want dan blijft, ik zeg maar wat, Merkel, nou wie weet, na Rutte nog een kabinet dat zegt, laten we nog een keer achter. Maar dan krijg je het probleem niet opgelost, want dan blijf je met een enorme druk op een beperkt aantal lidstaten zitten. Ja. En dat ondermijnt, lijkt mij, elke geloof in Brusselse samenwerking. Wat wou je zeggen? Want er is daar ook een vraag. Ja, daar is een vraag. Kijk, ik denk, het heeft te maken ook met het beeld die mensen hebben over die vluchteling. Die vluchteling wordt gezien als degene die veel druk gaat leggen op onze verzorgingsstaat, die van ons afhankelijk kan zijn, gaat worden. Terwijl, ik geloof, het is ook de manier waarop we naar migratie kijken. Dus dat is het punt. Ik heb altijd gezegd, ik kom uit een land met 85% jeugdwerkloosheid. Ik ben niet opgevoed in een verzorgingsstaat. Dus zelf toen ik 3 maanden een uitkering kreeg, werd ik depressief. Dus ik merk van, want dus ik kom uit een heel ander systeem. En mijn streven is, hoe hou ik mijn spirit levend? En ik merk dat eigenlijk, we hebben een systeem gecreëerd voor vluchtelingen, die soms ook de vluchtelingen meer verlammen. Dan te sterven. Dus uiteindelijk. Ja, dat geldt voor alle migranten. Want wij hebben natuurlijk voor de mensen die het meest risicobereid zijn, het meest ondernemingsgezind, is gewoon het meest afhankelijke deel, het passieve deel van de bevolking geworden. Ja. De helft van de oorspronkelijke eerste generatie Marokkanen, Turkse gastarbeiders die in Nederland zijn gekomen, zijn werkloos. Dat is natuurlijk, als je naar Amerika kijkt, echt heel anders. Ja, als je naar Engeland kijkt. Dus ik ben heel geïnteresseerd in schuldvragen. Ik geloof echt dat mensen hier naartoe komen om hun leven te verbeteren, om iets te realiseren. En helemaal geen zin hebben om in de hangmat van de sociale zekerheid te gaan uitrusten, in tegendeel. Ja.
Maar dan is vervolgens de vraag, hoe gaat dat in Nederland? Ja. En wat is het, migratie in tijden van verzorgingsstaat is echt iets anders. En dat is ook voor historisch, zijn er geen voorbeelden van. Nee. Maar dat is het punt dat hier in het migratiebeleid is nog steeds niet veranderd in die zin. Mag ik naar de vragensteller die bij Saskia is? Misschien wil je even staan, dan zien we je. Ja. Allereerst wil ik graag Paul en Bright bedanken voor hun verhaal. Dan kom ik bij mijn vragen. Namelijk 1, ik heb er 2. Hoe ziet het beschermen van deze buitengrenzen er dan uit? Als dit vrijwillig gaat, hoe gaat dat dan? En meneer Schrijver had het ook over, we moeten kiezen wie wel en wie niet binnen worden gelaten. Kunt u daar een antwoord op geven? Ja, dus wie op grond waarvan je dat beslist, wie er wel of niet. Laten we bij 1 beginnen, want dat is een relevante vraag. Hoe ziet bewaking van de buitengrenzen eruit? Ik was op Sicilië en daar zeiden de burgemeesters van, neemt u gerust de boot eens om te kijken over hoeveel honderden kilometers open zee we het hier exact hebben en leg het ons maar uit. Want de Europese Unie heeft ook nog lang gedacht dat het een Italiaanse en Griekse aangelegenheid was om dat ordentelijk te organiseren. Hoe ziet dat eruit in jouw... Hoe ziet dat eruit? We hebben natuurlijk ontzettend veel voorbeelden van klassieke immigratielanden. We hebben zelf natuurlijk de hele geschiedenis van grensbewaking, met kustwacht, veel meer moderne technologie nu dan ooit. Dus ik denk dat de combinatie van bijvoorbeeld het redden van mensen op zee, wat we nu proberen te doen en een tijd lang niet hebben gedaan, maar ook al gewoon dat dus meer controle uitoefenen. Dus ik zie eigenlijk helemaal niet in waarom, als je iets niet doet, waarom je zegt, omdat we het niet doen, kunnen we het ook niet. Neem eens de vraag niet, hoe ziet het eruit, was de vraag. Ja, hoe ziet het eruit? Nou, zoals grensbewaking in het verleden heeft gezien. We hebben natuurlijk allemaal... Maar dan dat alle lidstaten bijvoorbeeld douaniers aanleveren. Ja, want hoe wil je zo'n groot grondgebied afschermen voor? Ja, maar kunnen ze dat natuurlijk allemaal nu nationaal doen. We hebben onze binnengrenzen opgeheven. We hebben nu allemaal laten Italië over zeggen, zoek je het zelf maar uit. Ik zou zeggen, als je de binnengrenzen opheft en je hebt iets, het idee, we zijn een unie van landen, het is een gemeenschappelijke buitengrens, dan zul je ook iets gemeenschappelijk aan die buitengrens moeten doen. Maar dat dan een niet. Hek zoals Obama? Nee, maar geen hekken, ik zie maar geen hekken, maar meer bijvoorbeeld patrouilles op zee, kun je van alles bij voorstellen. En wat dat zou is ook een voorstel trouwens van de liberalen in het Europese parlement. En wat zou je dan kunnen doen met de mensen die je aantreft? Die zijn gewoon in de Europese kustwacht gekomen. Nee, maar wil stuur je die terug naar Turkije of Libië? Nou, dat is de volgende vraag. Dus A, moet je proberen met geen slachtoffers op zee, dus dat begint er dan mee. En vervolgens kun je zeggen, en dat heb ik nu ook geprobeerd, het is niet dat ik het zelf hier zit verzinnen achter de tafel. Er wordt natuurlijk een concreet initiatief genomen met Frontex, er wordt meer geld in gestopt, er wordt ook meer gisteren. Ja, dan kunnen we wel. Kijk, moet je het niet afvragen, bij zeggen ze tegen Turkije, sluit je grenzen. Dat is even, dus we moeten even benadrukken, laten zien wat er nu aan de hand is. We zeggen ze tegen autoritaire regimes, doe het op jullie manier, sluit grenzen af. Maar ik zou zeggen, is het mogelijk binnen de context van de liberale rechtsstaat om meer te doen aan de controle die er binnenkomt, ook opvang van mensen aan de grens. Vervolgens de vraag, als iemand uit Turkije komt, kun je heel goed zeggen met Turkije, mensen die niet de oorlog direct ontvluchten, maar uitzichtloosheid in Turkije of Jordanië, gaan terug en we hebben geregelde procedure in die landen of aan onze grens om mensen op te vangen en de vraag te beantwoorden wie kan komen. Erdogan heeft net 3000 mensen van zee geplukt en die zijn in detentie geplaatst, Syriërs en Irakees, en worden naar alle waarschijnlijkheid terug uitgezet naar oorlogsgebied. Dus dat lijkt mij een wat perverse uitwerking van een mogelijke afspraak. Nee, maar er wordt ook nog niet op gestuurd, omdat voorkomen Bright wil kort reageren. En dan heb ik nog een vraag uit de zaal. Ja, ik denk dat wij die vraag moeten stellen. Waarom doen wij zelf die grenscontrole niet? Waarom? Want het lijkt alsof het een dilemma is voor ons. We besteden het uit. Ja. En op het moment dat Gaddafi valt, we hebben vroeger dat uitbesteed aan Gaddafi. En Gaddafi fout en iedereen komt van de zee. Op dit moment sluiten wij een deal met Erdogan met 3 miljard euro van nou bewaak onze grenzen. En ik denk, nou, Erdogan gaat goed dat geld gebruiken, maar ik zie niet dat hij dat terug gaat bewaken voor ons. Even naar een vraag stellen. Ja, fijn. Ik had een vraag over dat we dat het
Ik heb sowieso een hekel aan het woord vluchtelingenproblematiek, laat ik dat eerst zeggen, want volgens mij zijn vluchtelingen niet het probleem. En daaraan gekoppeld, wat is dan precies het probleem waar je het over hebt? En ik hoor een paar keer zeggen van we worden kwetsbaar. En dat betwijfel ik zo, van waaruit blijkt dan dat we in Nederland zo kwetsbaar zijn? En die instroom die afgelopen jaar hebben gehad, hebben we eerder meegemaakt in Nederland. Wat was dan wat het zo kwetsbaar maakte? En is dan de sluiting van de grenzen het probleem? Of meer het aanpassen van het systeem, wat Brian al zei, waardoor mensen eerder actief mee kunnen doen en goed kunnen integreren in Nederland? Ja. Paul, wil jij daar eerst op reageren? Kwetsbaarheid blijkt op het moment dat je een deal met Erdogan moet sluiten. Ik ben er persoonlijk. Ik weet niet hoe u kijkt naar het bewind van Erdogan, maar ik heb niet het gevoel dat het verstandig is dat Europa vlak voor verkiezingen in Turkije de kant van Erdogan kiest. Vind ik tamelijk pijnlijk om vast te stellen. Dus dat is een vorm van kwetsbaarheid, dat er namelijk een deal wordt gesloten met Erdogan, omdat blijkbaar dan aan Turkije wordt uitbesteed om de vluchtelingenstroom in te nemen. U had het ook over kwetsbaarheid voor onze samenleving nou, zelf. In de tweede plaats is natuurlijk de vraag, en ik heb het niet over de aantallen die er nu zijn, je kunt inderdaad zeggen 50.000 in een jaar, dat hebben we eerder meegemaakt. Ja, dat is wel 0,5. Volgend jaar is het 90.000, ja. Dus heb je al... Dat verschillen de indicaties, nou ja, sommigen gaan uit van hetzelfde aantal als dit jaar. Ja, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar goed, daar hoeven we het allemaal niet over te hebben. Gaat, ik zei al, als dit gewoon een incident is, een paar jaar lang, dan hebben we het nergens over gehad. Echt. Ik geloof dat Nederland heel goed 150.000 mensen kan opvangen. En dan ben ik het helemaal mee eens. Dan, hebben we het, dan is het niet een problematiek, maar dan is het gewoon een kwestie van dat een goede vorm voor vinden. En het zal Nederland vast een aantal jaren geld kosten. En so what? Dus ik heb het gewoon over, dan zeg je, het is een morele verplichting. Heb je onder ogen gezien? De vraag is natuurlijk of je een niveau van 50.000 of 60.000 mensen of meer 10 jaar of 20 jaar lang kan volhouden. Ik zit na te denken over de vraag, wat is een duurzame humanitaire verplichting die een samenleving aan kan. Ik zie in Duitsland dat er een keuze wordt gemaakt nu om 1 miljoen mensen op te vangen, maar er is niemand op dit moment in Duitsland die denkt dat Duitsland dat nog volgend jaar nog een keer kan doen, laat staan 5 jaar lang of 10 jaar lang. Dus je loopt op een gegeven moment tegen grenzen aan waar je over moet willen nadenken. Ik ben zo bang dat anders, en dat is de andere kwetsbaarheid die ik zie, het kan tot niemand ontgaan dat het populisme met veel ruigere oplossingen voor dit probleem enorm een opmars is. En als je toch enigszins wil nadenken over een moreel midden tussen aan de ene kant het idee van volledig open grenzen en aan de andere kant het brutale antwoord sluiten grenzen, wat is eigenlijk een moreel midden in dit vraagstuk wat we niet 2 jaar kunnen volhouden, maar 10 of 20 of 30 jaar? Daar zou ik graag over willen nadenken, omdat ik denk dat het niet is je deelvraagstuk. Ik ben zo benieuwd van wie moeten wij met Erdogan zaken doen? Van wie moet dat? Dat is toch ook een keus? Dat is toch iets wat we beslissen? U zegt, wij moeten dat doen. Nou, ik ben er helemaal tegen, dus ik denk dat ik een uitvloeisje is van iets anders. Maar ik zie dat op dit moment de Europese Unie, inclusief onze regering, inclusief de Partij van de Arbeid in die regering en noem maar op, inclusief GroenLinks die dat steunt, iedereen in het parlement het eigenlijk over eens is, dit hier komen we niet aan. Ik vind het pijnlijk dat we in die situatie terecht zijn gekomen. Bright, het beeld is toch bij een groeiende groep mensen tenminste. Paul adresseert de opkomst van populisten hier in verschillende Balkanlanden. Frankrijk hebben we net gezien. Polen. Ja. Het beeld is toch, ze kosten geld. Ja. Ze komen uit culturen die onze waarden niet onderschrijven. Ja. Ze zetten onze beschaving onder druk. Ja. Jij werkt met vluchtelingen. Ja. Snap je dat beeld bij een deel van de bevolking? Of denk je dat we met beleid, met aanpassing in het beleid hier, zouden kunnen voorkomen dat dit sentiment zo kan aanwassen? Nou, kijk, wat ik naar pleit, en dat is wat ik probeer te doen, is dat aan één kant moet die nieuwkomer zelf, de vluchteling, een heel andere aanpak van zichzelf doen. Want ik heb, voordat ik met vluchtelingen ging werken, heb ik een tijd lang gewerkt met Nederlandse ondernemers die naar Afrika gingen. Dus ik heb na mijn afstudie, toen ik op de toneelschool was, en daarna heb ik voornamelijk pre-departure trainingen gegeven aan Nederlandse ondernemers die naar Afrika gingen, heb ik voor de Nederlandse ambassade in Afrikaanse landen gewerkt om onze Nederlandse economische belangen te behartigen. Mm-hmm. Dus wat ik realiseerde is dat niemand gaat naar die landen toe
Ze gaan allemaal, al die bedrijven die naar die landen toe gaan, of een Shell is of Heineken, gaan daar naartoe om winst te maken. Het is ook een beetje omgekeerd. Migratie is ook deels een business. En wat ik een beetje vind in soms de hele debat, is niemand klaagt over het feit dat we in Amsterdam 3000 Japanners hebben die geen woord Nederlands spreken of niet geïnteresseerd in iets. Niemand praat daarover dat je bij TNT als je in hoofd opkomt dat heel veel espas daar zitten of in Philips of in Shell. Niemand klaagt daarover. Dus het feit, dus, en daarom zie ik dat we twee dingen moeten doen. Die vluchteling zelf moet gaan kijken van hoe wil ik van waarde zijn voor deze samenleving of voor een andere samenleving. Wat ga ik daaraan doen? En aan de andere kant denk ik dat wij als overheid en als land veel helderder moeten zijn voor nou, je bent hier welkom als je voor jezelf kan zorgen. Snap je dus, ik denk dat hoe verder maar, dan... pleit je dan voor om bijvoorbeeld te zeggen, wat sommigen voorstellen, waar ik dus geen voorstander van ben, om te zeggen, nou, mensen krijgen gewoon, als ze geen werking kunnen vinden, geen uitkering, ze zoeken het maar uit. Nou, wat ik probeer te zeggen is, dat als je kijkt naar het beleid, als je kijkt naar het beleid in Engeland, of je kijkt naar het beleid in Amerika, zelfs al die Somaliërs die hier in de bijstand zaten, ik was deze zomer in Engeland, zij zijn daar net weg, of ze zaten in hun eigen bedrijf, omdat ze snappen, de klasdifference is groot. Dus ze komen met een ambitie en een droom, maar op een of andere manier, wij verplaatsen hun. Ze komen terecht in onze verzorgingsstaat en wij gaan via klagen van ze willen niks, ze kosten ons niets. Maar wij hebben ons in dat positie gedrongen. En wat ik voor pleit, is dat wij vanaf het begin moeten kijken, hoe kunnen we, want kijk, ook als statistiek weten we dat veel van die vluchtelingen, zodra ze nationaliseren, vertrekken op Nederland. Dus we moeten kijken, hoe kunnen we deze mensen ondersteunen, want we weten veel aan die niet lang blijven. Ze willen weg, ze willen naar Engeland, Amerika, naar andere plekken, dus Nederlandse tussenstop. Dus hoe kunnen wij hun faciliteren op zo'n manier dat ze echt snappen van nou, jij bent hier zelfstandig gekomen en wil je hier blijven, wil je je eigen Dutch dream, dan moet je even zelf doen. Ja, ik zag u volgens mij hè, met een vraag. Ja, Tjieke Schippers, ik ben een van die mensen die lesgeven aan vluchtelingen. Wat ik graag doe overigens, ik vind het zelf ook leuk. Wat ik mis in de hele discussie, dat is over vluchtelingen beschouwen als een soort natuurverschijnsel. Zo van, ze komen en daar kunnen wij niets aan doen. Er is ergens oorlog, er is ergens armoede, er is ergens politieke onvrijheid. En wat ik heel erg mis in de politiek, en dat is misschien wel een vraag aan u ook, politici laten voor mijn gevoel heel veel dingen liggen. Hoe kunnen ze daarmee beïnvloed worden? De wapenhandel. Er worden elke dag nog wapens verkocht aan Syrië, Irak en allerlei landen nou, die er niet het gebruik van maken wat wij graag zouden willen. Hoe kun je de politiek meer beïnvloeden die Nederlandse politici graag alles in Nederland willen houden en tegelijk zeggen van ja, het moet wel Europees geregeld worden. Hoe kun jij daar een touw aan vastknopen als Nederland? Ja, het sluit aan bij een recent interview. Vrij Nederland had een vluchtelingen special. Daarin een historicus aan het woord. Vergeef me, ik ben even zijn naam kwijt. Kop boven het artikel was. We kijken naar een historisch onhoudbare hypotheek. Hè, als, dat zou, de vluchtelingen zouden daarvan het uitvloeisel zijn. Of dat nu economische of oorlogsvluchtelingen betrof. Want, zei deze historicus, wij leveren inderdaad al heel lang wapens aan verschillende landen, waarvan sommige direct gelieerd, naar verluid met bijvoorbeeld IS. We hebben dankzij het kolonialisme in vele werelddelen onze rijkdom veiliggesteld. We hebben die welvaartsstaat opgebouwd en toen hebben we blijkbaar gedacht, daar zetten we dan nu een kaastolp omheen. En dan hebben we nog de interventies in conflicten in het Midden-Oosten. We hebben daar een kaastolp omheen gezet en een ander deel van de wereld is aan het ontwaken en denkt, ja, maar dan moet Mohammed maar naar de berg komen als de berg ons niet vindt. Wij komen, we take our share. We hebben hier, hoe zie jij die historische context? Want ik denk dat dat een beetje wat u bedoelt, hè? Nogal complex. Ja, ja. Noord en Zuid, ik bedoel, het is absoluut waar dat natuurlijk de migratiestromen en ook vluchtelingenstromen iets met een grotere ongelijkheid in de wereld te maken hebben. Het is ook onmiskenbaar waar dat de oorlog in Syrië iets te maken heeft met de oorlog in Irak en noem maar op. En ook met een geschiedenis van westerse interventies die geen democratie hebben gebracht en ook geen stabiliteit. Die dus echt in alle opzichten per saldo hebben gefaald.
Toch zou ik wel willen zeggen dat de crisis in de Arabische wereld die we nu zien, hoe de Arabische lente als een hoop om is geslagen in een Arabische burgeroorlog in heel veel landen, toch wel echt ook een crisis van eigenmakelij is. Ik bedoel, het is wel bijna paternalisme om alle verantwoordelijkheid bij de Syrische bevolking weg te nemen, bij de Syrische politiek weg te nemen, ook in Egypte weg te nemen, noem maar op, en te zeggen het is allemaal onze schuld. Het is allemaal een uitvloeisel van ons kolonialisme. Ja, we hebben in die regio ongelooflijk veel ten kwade invloed gehad, zeker in de laatste 30, 40 jaar. Maar bijvoorbeeld de demografische scheefgroei in de Arabische wereld, wat echt een groot probleem nu al is en in de toekomst, en wat heel veel instabiliteit veroorzaakt, want alle demografen zijn het over één ding eens, een samenleving met ontzettend veel jongeren is een instabiele samenleving. Ja, dus dat soort vragen, daar kan je toch moeilijk zeggen, dat is op konto van westerse interventies te rekenen. Er zijn heel veel factoren in de Arabische wereld, of in de voormalige Sovjet-Unie, ook geen gebied wat gekoloniseerd is door het Westen. Dus laat ik zeggen, over dat soort crisis moeten we nadenken, maar ik ben het er heel erg mee eens dat de grotere context over na moeten denken. Maar de ook principiële dat vraag die jij opwerpt. Nu? Deelt u die analyse met mevrouw? Ja, ja, maar dus de principe, en ook wapenhandel. Maar de principiële vraag die hier aan de orde is, is uiteindelijk zeggen we, de ongelijkheid tussen Noord en Zuid is zo groot, die is alleen maar oplosbaar als een deel van Zuid naar Noord komt. En wij kunnen onze cultuur van sociale bescherming en relatieve gelijkheid gewoon niet volhouden, oog in oog, met veel grotere ongelijkheid in de wereld. En wen er maar aan, een flink deel van de migratie die hier naartoe zal komen, moet nog komen. En dat zal betekenen dat het type sociale bescherming en het type samenleving wat wij zijn geworden historisch gewoon niet houdbaar is. In het licht daarvan, klassieke immigratielanden zijn nog veel ongelijker, maar misschien is de gelijkheid in Amerika nog wel een voorafschaduwing van de nog veel grotere ongelijkheid die wij gaan meemaken, omdat we eenvoudigweg geen greep meer hebben op de vraag wie komen. Dat is een toekomstbeeld. Ik zeg, als dit het toekomstbeeld is, dan weet ik wel waar de meerderheid van de bevolking politiek uit gaat komen. Maar er namelijk is natuurlijk, een agressieve afweer ten opzichte van dat scenario. En ik zou er werkelijk alles voor geven om dus na te denken over hoe kan een nieuwe morele meerderheid tot stand komen die wel degelijk open staat op alle mogelijke manieren. Ook in onze handelspolitiek, ook in onze kritiek op de wapenpolitiek en noem maar op. Open staat voor de noden in de wereld, maar ook iets probeert van de sociale samenhang hier te waarborgen van dit type samenleving. En het zal altijd een trade-off zijn. Dus een spanning, is een reële spanning, een reëel moreel conflict ook. Laten we daar in godsnaam over nadenken en elkaar niet aan alle extreme spiegelbeelden, dat mensen die roepen, grenzen dicht, grenzen open. Ik zou zo ontzettend graag op zoek willen naar het midden. Bride, voordat we nog naar... Oh, nee? Bride, hebben we nog wel een paar minuten? Want ik dacht dat je een vraag... Oké. Hebben we nog één? In de tijd. Laatste vraag is dan voor Bride. Dat is het allermoeilijkste wat er is, in de tijd zitten. Vanochtend las ik een lijvig interview met Robert Fisk. Hij is al bijna 40 jaar Midden-Oosten correspondent. Schreef een heel lijvig boek, De Beschavingsoorlog. En hij werd nu geïnterviewd over dat conflict in het Midden-Oosten. En hij haalde daarbij aan dat waar het de westerling nog alles ontbreekt aan het inlevingsvermogen om het perspectief van een gemiddeld mens in het Midden-Oosten als uitgangspunt te hebben. Andersom is dat dus ook zo, dat het Midden-Oosten ons perspectief soms wat lastig vindt. Maar hij zei, over die Arabische lente bijvoorbeeld, ik vond dat interessant. Die mensen op het Tahrirplein in Egypte bijvoorbeeld, die stonden daar niet voor democratie, wat wij dachten. Want democratie, dat associëren zij met, dat zijn die mensen uit het Westen die corrupte dictators steunen. Die in malafide wapendeals, die soms eens een bom droppen en dan zeggen ze dat het om ons gaat. Maar dat gaat natuurlijk om olie. Dat is wat democratie voortbrengt. Hè? Dat noemde hij als metafoor voor denken in het Midden-Oosten over ons. Wat was het perspectief van Bright in Liberia als het ging om de waarneming van het Westen waar die uiteindelijke inwoner van werd? Nou, ik begon te debatteren toen ik 11 was. Oh, in Liberia. Mijn 11e, kijk, ik ben opgevoed met alles. Dat is het, dan ben je toch nog goed terechtgekomen. Nou, ik ben opgevoed met alle soapseries, Dallas, Dynasty en de rest was iedereen hier. Ik begon te debatteren op mijn 11e en wat ik merkte is dat wij toen, mijn generatie, echt, wij keken naar het Westen. Wij keken met echt heel veel, want onze leiders werden opgeleid in het Westen. En wij waren een beetje kwaad dat onze leiders terugkeerden, niet
met wat ze zagen in het Westen, maar ze gingen iets anders doen met het land dan wat ze gezien hebben in het Westen. Dus het was een soort, en dat is nog steeds mijn pleidooi, ook als ik hier werk met mensen die illegaal zijn of uitgeprocedeerd zijn, dan zeg ik ook tegen de regering, het is gek, als je naar het Westen komt, iedereen verwacht van jou, of je komt er ook met kennis, of je komt er ook met geld, of je komt er ook met netwerk. Maar als je terugkomt en zegt van ik heb op asiel gezeten en dan hebben ze mij uitgeprocedeerd, zelf de mensen in de dorp zullen jou uitkotsen. Want je bent met niks gekomen, in ieder geval niet met kennis. Dus toen ik in Afrika was, had ik een heel andere blik van het Westen. Maar dat is ook wat het Westen verkoopt. Hè? Wij verkopen onze welvaart in de wereld. Snap je? Wij verkopen niet dat we daklozen hier hebben. Dat we soms ook niet mensen geen onderdak hebben, dat verkopen wij niet. Dus, want we willen laten zien dat we echt die beschaafde samenleving hebben, die samenleving dat we alles hebben gemaakt. En ik denk ook dat we die migratiestroom kunnen tegenhouden, als we ook kunnen laten zien dat er veel daklozen hier zijn. Wie had gedacht? Dat heeft Australië gedaan. Hè? Die heeft een filmpje gemaakt met het is een heel gevaarlijk continent waar krokodillen soms mensen aanvallen en haaien. Ik geloof, kijk, de tijd is om. Oh, mag ik nog één vraag uit de zaal doen? De Scheffer. Ik heb u een paar keer horen zeggen, ik zou erover willen nadenken, over dit, over dat, hele goede dingen allemaal. En dan komt bij mij een vraag op, wordt er in Nederland over nagedacht wat u zegt? In de zin van, is er een groep mensen die daar ook structureel en actief mee bezig is, zodat er daar ook daadwerkelijk een verandering op gang gebracht kan worden? Dank u wel. Nou, ik heb wel het idee dat eigenlijk alle politieke partijen in Nederland wel hier op een of andere manier over een nadenken zijn. Tegelijkertijd natuurlijk voelen, een beetje onderhoud, toch het gevoel van misschien houdt het eind volgend jaar wel, toch die oorlog in Syrië, een vredesakkoord gevonden kan worden of noem maar op. En, dus het speelt een beetje door elkaar. Ik heb het idee dat er nog weinig echte vraag in de toekomst wordt gesteld van wat is eigenlijk de plek in de wereld die wij hebben. Wat omringt ons? Wat zijn eigenlijk de grote noden van Afrika? En alle grote vragen. Ik bedoel, ik zeg bijvoorbeeld bij het CDA-fractie. En dan denk ik, oké, dan gaan we het ze moeilijk maken. Dan zeg ik, ik ben ervoor om onze landbouwmarkten open te stellen. Goeie. Want als we het dan hebben over rechtvaardige verhoudingen tussen Noord en Zuid. Dan moeten we daar eens gaan kijken naar dat soort dingen. Ja, dan zie je alle landbouwbelangen daar zo in een rijtje om je heen zitten. En dan wordt het moeilijk. Maar dat zijn natuurlijk de echte vragen van de toekomst. Als je het hebt over migratie, dat legt natuurlijk een veel grotere ongelijkheid in de wereld bloot. En de omgang daarmee. En klimaat. Zeggen, een van de geweldige dingen van onze tijd is misschien dat we ons veel minder daarvoor kunnen afschermen. Dat de vluchtelingenvraagstuk, laat ik het gewoon neutraal zeggen, eigenlijk een wereld aan ons openbaart van oorlog, wanorde, armoede. En ook heel duidelijk is, daaraan kun je niet onttrekken. Daar zullen we een verhouding toe moeten vinden. Alleen ik zeg, van de verhouding kan niet alleen maar bestaan in te zeggen, we nemen iedereen die in nood is op. Er zullen dus vele andere manieren moeten zijn om vanuit Westerlanden daar iets aan bij te kunnen dragen. Maar niet met het wegnemen van de verantwoordelijkheid in landen zelf. Want uiteindelijk kunnen landen, bijvoorbeeld zoals Egypte, geen democratie worden als er niet gewoon mensen in die landen zijn die hun eigen vorm vinden, hun eigen engagement met de toekomst van het land. Ja. En dat weg te nemen, te zeggen wij moeten dat oplossen, is eigenlijk een vorm van onverdraaglijke hoogmoed. U moet even datzelfde interview met Robert Fisk gaan lezen. Het staat online, want hij zegt over politieke leiderschapskwaliteit, als het om onder andere dit vraagstuk gaat, noemt hij een oude anekdote met Churchill in de hoofdrol. En hij zegt, ik was daar geen fan van. Maar het interessante was dat in de periode dat Churchill regeerde en het Verenigd Koninkrijk rekening hield met een bezetting door de vijand, hoewel ze er alles aan bereid was te doen dat te voorkomen, dat er heel erg door Churchill geanticipeerd werd op dat mogelijke doemscenario. En er waren bijvoorbeeld werkgroepen op de Oxford University bezig in denktankverband na te denken over hoe gaan we nu verder, stel je voor de bezetter marcheert binnen. En hij zegt dat zijn type leiderschap dat niet draaide om
Dan halen we nog net het 6 uur of het 8 uur journaal vanavond. Maar echt ver vooruit, bereid je geest te openen en alle mogelijke scenario's te doordenken. Dus lees het interview, het echt heel inspirerend. En jullie waren dat ook. Heel erg bedankt, Bright, dat je dat hele grote woord vluchtelingen een concreet verhaal geeft. En Paul, voor je zoektocht naar een humaan midden. En jullie allemaal, dat jullie er met zoveel waren. Dankjewel. Tot slot, 10 december is nog...